Leuk dat je weer kijkt naar een gadget video. Ik heb hier wat leuks meegenomen. Ik heb hier een doosje Little Bits. En de Little Bits, dat zijn allerlei kleine transistortjes die je makkelijk aan elkaar kunt klikken door middel van magneetjes. Dus ik ga doosjes openmaken. Er staat op vanaf ongeveer 8 jaar. Maar mijn zoontje van 6 vindt het eigenlijk ook wel erg leuk al. En alles zit erin. Hier zitten 14 Little Bits in, of modules zoals ze het noemen. Dus we maken het doosje open. Het is een prachtig doosje. Bovenop zit een boekje, daar kom ik straks op. En dan zit er een soort eierdoosachtige dingen zitten erin. En in die doosjes er zitten allerlei kleine modules. En wat je natuurlijk nodig hebt is een batterij, die wordt meegeleverd. En een manier om die aan de stroom te verbinden. En dan is het op zoek gaan naar de goede module. Even kijken, er zijn er heel wat. En als ik die hier aanklik, dan kan ik het stroom geven. Dan gaat er ook nog een lampje branden. En dan kan ik er iets aanklikken, bijvoorbeeld een ledlampje. Ik heb hier een ledlampje met weer een module. En dan even kijken hoe die verbonden moet worden. Kruisjes bij elkaar, automatisch magnetisch. En het lampje brandt. En als ik de batterij uitzet, gaat het lampje uit. Zo simpel is het. Als ik wil, kan ik er allerlei modules tussen zetten, zoals deze dimmer, die wordt meegeleverd, die zit erbij. Ik klik hem eraan en dan gaat het lampje aan en uit op de dimmer. Ik kan dat lampje ook vervangen door bijvoorbeeld deze ventilator. Ook erg aardig. Nou, die staat nu natuurlijk uit, maar als ik de dimmer langzaam opstart, dan gaat die blazen. Dat is wel lekker. Die kan uit. Er zijn allerlei soorten modules. Hier is een druksensor. Als je die ertussen zet en je drukt erop, dan heb je de stroomkring compleet. Er is een alarm dat heen en weer gaat. Even kijken hoe die gaat. Even kijken naar de magneetjes. Die is erg feisty. Je hebt verlengkabels. Je hebt. Ups, wat is dit voor leuks? Oh, een geluidssensor. Als die genoeg geluid hoort, dan geeft hij de stroomkring door. En er zit ook nog een echte koelkastmechanisme met een schakelaartje. Die kan je ertussen zetten. De omschrijving daarvan vind je allemaal terug in het boekje. En het leuke is, niet alleen de modules worden uitgelegd van wat kun je hier nou mee, maar er worden ook voorbeeldcircuits gegeven van bouw eens deze circuits na om eens mee te beginnen, mee te testen. Maar het wordt pas echt leuk als je projecten gaat doen. Want dan ga je met kosteloos materiaal gave dingen bouwen, zoals een hypnosewiel of een echt kampvuur dat heen en weer wappert, of een alarmbel. Of een hijskraan. Het kan allemaal met deze Little Bits. Er zijn ontzettend veel projecten. Kijk, er staat hier ook op de doos. Meer dan 600.000 combinaties te maken. 10 projecten zitten in de doos. Maar er staan nog ontzettend veel projecten op internet beschikbaar. Maar dit is een prachtige startkit om mee te beginnen. En als je hierop uitgekeken bent. Doe het even aan de kant. Dan zijn er altijd meer Little Bits. Hier hebben we een speciale deluxe kit. Er zitten allerlei andere modules in. 3 lagen. Met een timer. En een buzzer. En een DC-motor. En een lichtkabel. Allerlei mooie Little Bits. 3 lagen. Of, nog gaver, de speciale Space Kit. Met infrarood licht. En elke doos komt met zijn eigen boekje. Elke doos heeft ook zijn eigen batterij altijd bij zich met de powerschakelaar. Dus je kunt hem altijd. Je hebt altijd genoeg stroom en voeding. Dit is toch cool? Een speaker. Kun je geluid mee maken. En dat komt heel erg van pas als je dit weer combineert met de synth kit om muziek te maken. Gaan we eens even kijken of het lukt om een keyboard in elkaar te flansen. Ik heb mijn speaker. Ik heb stroom natuurlijk nodig, zit ook hierin. Ik heb power nodig.
heb mijn keyboard. Speaker. Oh nee. Ik heb dit eerst uitgeprobeerd. Even kijken. Nou, ik heb stroom. Dat is toch cool? Nou, op deze manier kun je allerlei little bits combineren. Ik moet wel even goed onthouden welke waar ook er weer in moet. Je hebt allerlei soorten kits. Oh, voor ik het vergeet. De Deluxe Home, Smart Home Kit. Met wifi, met cloud servers. Hiermee kan je je eigen domotica gaan bouwen. Nogmaals, de little bits zijn ontzettend gaaf om mee te werken. Maar als je andere materialen erbij pakt, zoals karton, gekleurd papier, lijm, scharen, noem maar op, dan kan je echt hele toffe projecten maken. En je leert ook nog eens hoe al deze circuits werken en hoe dat allemaal invloed op elkaar heeft. Dus ik kan het ontzettend aanraden om lekker met little bits te gaan klooien. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.